Welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je misschien wel aan mijn gezicht kan zien en waarschijnlijk ook wel aan de titel hebt gezien, leek het me heel erg leuk om weer eens een keer een ouderwetse zomer make-up routine op te nemen. En met ouderwets, ik weet niet, ik heb gewoon een beetje het gevoel alsof dit oldschool is, een beetje ouderwets in vergelijking tot allemaal andere nieuwe content dat je tegenwoordig op YouTube kan vinden. Maar ik had gewoon zin om een keer weer zo'n video op te nemen. Dus dacht, dit is mijn kanaal, ik doe het gewoon lekker. En ik heb het al een hele tijd ook niet gedaan volgens mij. Dus ik heb best alweer wat leuke producten om te laten zien in deze video. En misschien dat je het heel erg leuk vindt om te zien hoe ik dus mijn make-up doe deze zomer. Dus hebben we daar heel veel zin in. Blijf dan vooral lekker kijken. Nou, zoals ik laatst in mijn ik ben gestopt met de pil video update had verteld, ben ik de laatste tijd wel een beetje meer bezig met skincare. Dingen uitproberen die goed zijn voor mijn huid. Nou, zoals je kan zien, ik heb wel weer wat oneffenheden. En die zitten altijd gewoon wel op mijn voorhoofd en hier op mijn kin. Op dit moment wil ik nog niet een skincare routine video opnemen. Omdat ik nog niet helemaal duidelijk voor mezelf heb van welke producten werken wel goed voor me. Welke doen niet zo heel veel voor mij. Dus dat is nog iets waar ik nog geen antwoord op kan geven. Maar op het gebied van make-up heb ik gewoon wel een aantal producten die ik al de hele afgelopen zomer en begin van de zomer heb gebruikt. Waar ik heel erg blij mee ben. Ik dacht, nou, daar kan ik dus wel gewoon een video over opnemen. Dus laten we daar gewoon gelijk mee beginnen. Vanmorgen heb ik al wel een klein beetje van de Everclear Duo. Hoe heet het ook alweer? Correcting Unblocking Care Anti-Imperfections van La Roche-Posay. Dit is een product dat ik echt al jaren gebruik. En die heb ik vanmorgen eventjes hierop aangebracht. Want deze was wel wat nieuwer en wat... Nou ja, daar is dit heel erg fijn voor. Maar nu ga ik gewoon echt verder met de rest van de make-up. Ik heb deze laatst voor mijn verjaardag gekregen. En ik heb er ook al een verjaardagscadeaus video over opgenomen. Dus mocht je die gemist hebben, ik zal hem eventjes in het ietsje linken. Dus daar heb ik deze ook in laten zien. Dit is de Bondi Sands Everyday Face Gradual Tanning Milk. En daar breng ik gewoon ook een klein beetje van aan. Dus dit breng ik even aan over mijn hele gezicht. En dit geeft gewoon heel geleidelijk... uiteindelijk je huid een wat meer een kleurtje, een tint. Maar niet zo heftig als wat je meteen hebt met bijvoorbeeld de foamings van Bondi Sands. Dus het is heel geleidelijk zoals de naam ook al zegt. En ik neem mijn nek ook eventjes mee. Terwijl deze intrekt ga ik door met mijn wenkbrauwen. En daar gebruik ik de Goof Proof Brow Pencil van Benefit. Ik heb normaal gesproken ook altijd de Precisely My Brow. Maar die is helaas laatst opgegaan. En ik had iets van, nou ja, ik heb gewoon zin om deze video nu op te nemen. Dus ik doe het gewoon heel eventjes met eentje. Maar die Precisely My Brow is ook echt gewoon onwijs fan. En die gebruik ik ook heel vaak gewoon net om mijn wenkbrauwen iets netter te maken. Omdat het zo'n dun puntje heeft. Ik en wenkbrauwen hebben echt een soort van haat-liefde verhouding. Ik hou van een goede brow, maar ik vind het wel heel erg moeilijk om altijd een goede brow erop te zetten. Dus wat ik nou de laatste tijd heb gedaan is helemaal aan het einde vasthouden. Dan heb je net een wat lichtere hand, waardoor ik niet te veel product gebruik. Want dat is vaak wat ik doe. Ik maak mijn wenkbrauwen iets te heftig, iets te donker, waardoor ze ja, te nep eigenlijk zijn. Dus dat, ik weet dat ik daar wel eens opmerkingen over krijg, maar het is een ongoing struggle voor echt jaren. En de ene dag lukt het wel, de andere keer niet. En als ik dat vrijwel overal heb gedaan, ga ik eventjes de achterkant weer bijpakken. De spoelie heet het volgens mij toch. En dan ga ik eventjes heel goed er doorheen kammen. Alright, de wenkbrauwen zitten erop. Ik vind ze voor nu best wel oké zitten. Maar ik ga nu door naar foundation en de rest van make-up. En dan kan ik altijd nog eventjes achteraf wenkbrauwen iets meer bijwerken. Als ik het toch niet zo heel erg mooi vind als ik zeg maar alles bij elkaar zie. Voor foundation gebruik ik deze echt al een hele lange tijd. Ik blijf het opnieuw kopen, want het is echt gewoon heel erg fijn spul. Het is van It Cosmetics en het is de Your Skin But Better. En het is de Color Correcting Full Coverage Cream. En het klinkt eigenlijk niet echt als een foundation aan de naam. Want er staat niet eens het woord foundation op. Maar dat is het wel. Het heeft ook super goede dekking. En het is echt gewoon heel erg fijn spul. En deze heb ik in de kleur light. Het is een hele goede kleur wanneer ik net ietsje lichter ben. Maar nu het zomer is, ben ik ietsje meer verkleurd. Dus ik ben hem de laatste tijd aan het aanlengen of...
ja, kleuren met de Dew de Hoola van Benefit. Dit is een ja, liquid bronzer eigenlijk. Dus wat ik doe is gewoon een paar pompjes van de It Cosmetics. En ik doe een klein pompje van deze erbij. En dat meng ik gewoon zo in elkaar. En hiervoor gebruik ik trouwens altijd een beauty spons om mijn foundation mee aan te brengen. Maar de laatste tijd ja, werkt dat gewoon niet echt meer voor mij. Dus ik ben overgestapt op een kwast buffing brush van Real Techniques. En dan ga ik gewoon alles zo op mijn huid uitsmeren, blenden, vegen. Ik ben geen echte beauty guru, dus ik zal niet de officiële termen echt hebben. En natuurlijk ook vooral op mijn kin, aangezien ik daar best wel wat donkere plekjes heb van de onzuiverheden. Mijn neus neem ik altijd mee als ik nog maar een klein beetje producten op heb. Ik moet altijd een beetje uitkijken rondom mijn wenkbrauwen, zodat ik niet gelijk weer al die wenkbrauwen make-up eraf smeer. Nou, zoals je kan zien heeft deze foundation echt een super goede dekking. Ik zou op bepaalde plekjes zeker nog wel wat concealer kunnen gebruiken. Maar omdat het zomer is, vind ik het gewoon prettig om dat niet te doen. Want dan wordt het zo heftig. En ik heb gewoon niet echt mijn perfecte huid. En of het nou helemaal egaal van kleur zou zijn of niet. Je ziet gewoon aan de textuur dat het niet perfect is. En het stoort mij eerlijk gezegd niet. Dus hier ga ik het gewoon lekker bij laten. Wat trouwens wel heel erg fijn om te weten is. En waarom deze ook echt perfect voor de zomer is. Is omdat deze SPF 50 heeft. Ik vind het daarom echt gewoon heel erg fijn in gebruik. Ik ben nog nooit op mijn gezicht meer verbrand sinds ik deze gebruik. Dus ja, het is tegelijkertijd ook echt een hele goede zonbescherming, wat ik wel heel erg chill vind. Nou, en omdat het zomer is en ik dus, doordat ik met de pil ben gestopt, mijn huid wat vetter is, moet ik tegenwoordig helaas een beetje afpoederen. Dat is echt iets wat ik nooit hoefde te doen. Dus ik heb hier een poeder van Charlotte Tilbury. Dit is de Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder in de kleur 2 medium. En ik pak gewoon een heel klein beetje zo. En dat doe ik op mijn voorhoofd. Want daar shine ik altijd. En hier. Zo. Een beetje op mijn wangen. Gaan we door met... Wat gaan we doen? Ik denk gewoon de oogleden. Ik heb hier een palet van Catrice. Het is bijna niet eens meer te zien hoe deze heet. Omdat het allemaal afgesleten is. Het is een heel fijn, mooi palet. Precious Copper Collection. Ja. In de kleur 010 Metallics. En deze heeft serieus zulke mooie kleuren. Het is echt een geweldig palet. Super budgetproof ook. Dus ik pak even een kwast. Een heel simpel een MAC kwastje. En ik gebruik meestal deze kleur, want die vind ik echt super mooi en lekker simpel. Gewoon een beetje van op de kwast. En dat smeer ik echt over mijn hele ooglid. Gewoon heel simpel. Hoppatee. Geen moeilijke smoky eye dingen of zo. Het is gewoon een beetje voor wat kleur, voor wat glans. En nu ik deze in mijn hand heb, pak ik ook graag eventjes een kwast. Deze heb ik op AliExpress een keer besteld. En ik vind het ook heel erg mooi om deze drie eerste kleurtjes te gebruiken als highlighter. Eerst doe ik trouwens eventjes deze lichte onder mijn wenkbrauwbos. Die is echt super mooi. Kun je het zien? Ik heb echt geen idee of je het kan zien. Maar het is een hele mooie shimmer. En ik kan deze ook zo een beetje deppen in alle drie de kleuren. Volgens mij is het een beetje veel. En dat breng ik dan aan hier. Zo. Ik ga gewoon eerst eventjes door met mijn wimpers. Zoals jullie misschien wel gezien hebben, ik heb op dit moment geen wimper extensions meer. Dus ik ben gewoon weer terug met de wimpercurler en mascara. Normaal gesproken gebruik ik de Roller Lash van Benefit. Dit is echt gewoon een all-time favorite mascara. Vind ik echt heel erg fijn in gebruik. Maar ik heb onlangs voor mijn verjaardag deze Better Than Sex mascara gekregen van Too Faced. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe deze is. Want ik heb er wel echt hele goede verhalen over gehoord. Dus ik dacht, ik ga deze gewoon op video eventjes met jullie uitproberen. Het is echt een flinke grote mascara. Hij is heel zwaar. Hij is echt heel zwaar. Het staat er nu op. Het staat alleen op hoeveel erin zit. Maar hij is echt onwijs zwaar. Een borsteltje is ook aardig groot. Oké, laten we het gaan proberen. Wauw, ik denk dat ik deze wel heel mooi vind. Oh.
Alright, eerste indruk. Ik vind hem echt heel erg mooi. Ik vind het borsteltje wel echt onwijs groot, waardoor ik een klein beetje moet wennen en dat ik een beetje bang was dat ik in mijn oog zou steken. Maar ik vind dat hij wel heel mooi mijn wimpers zo separeert. Er komt best wel wat product af. En ja, ik vind het resultaat wel echt mooi. Top. Leuk om eventjes uitgeprobeerd te hebben. Dan wil ik graag ook nog een klein beetje bronzer aanbrengen. En daarvoor gebruik ik het Charlotte Tilbury Filmstar Bronze en Glow Palette. Dit is er eentje met een highlighter aan deze kant en een bronzer aan deze kant. En deze highlighter is trouwens ook echt onwijs mooi. Hij is wat meer goud eigenlijk van kleur. En die gebruik ik ook heel vaak samen met deze bronzer. Maar vandaag even alleen een bronzer. En dit is ook weer een kwast van AliExpress. En breng gewoon een klein beetje hier aan. En wat ik nog over heb, smeer ik hier zo uit. Een beetje op de kin, hier zo, la la la. Een klein beetje meer kleur. Ik gebruik nog heel eventjes een brow gel. Dit is de 24 Hour Brow Setter, ook van Benefit. En die doe ik nog eventjes zo erdoorheen, zodat de haartjes lekker blijven zitten. En wat ik hier in mijn hand heb, is de Cheek to Cheek Swish and Pop Blusher. Ook van Charlotte Tilbury. En die heb ik de laatste tijd een beetje in gebruik genomen. Want ik vind het wel soms mooi. Het is de enige dag gebruik ik het wel. De andere dag gebruik ik het niet. Soms vind ik het mooi om nat en net een klein beetje extra kleur op de wangen te geven. Dus dat ga ik gewoon vandaag doen. Aangezien ik toch aan het filmen ben. En ik ga gewoon een klein beetje met de kwast hier aan de zijkanten in. Zodat ik beide kleurtjes krijg. En dat doe ik dan een beetje op de appeltjes van mijn wangen. Normaal zou ik nu klaar zijn, maar ik weet dat je denkt, wat is er met je lippen? Waarom heb je daar nu niks mee gedaan? Ja, ik ben niet echt een lipstick of lipgloss, lipbalmachtige persoon, maar heel toevallig heb ik vandaag al echt max droge lippen. Dus ik ga heel veel zoeken of ik iets kan vinden. Ik denk dat ik deze wel kan gebruiken. Dit is Rouge Coco Flash in 54 Boy. En dat is een hele mooie nude kleur van Chanel. Het is niet te romig dat het er meteen afsmelt. Maar het geeft wel een beetje mijn droge lippen wat meer gevoel. Haarklip uit. Mijn haar is nog een klein beetje nat. Want ik heb het vandaag niet gefeund. Ik vind het ook wel fijn om het gewoon af en toe wat vaker aan de lucht te laten drogen. Zodat ik niet hoef te feunen. Het ziet er nog steeds niet fantastisch uit. Oh my god. Dus dit is het resultaat. Ik vind het een hele simpele, super chille look. Normaal kan ik hier in de ochtend ook heel erg snel mee klaar zijn. Als ik gewoon natuurlijk niet aan het filmen en praten ben met jullie. Laat me vooral eventjes weten wat jouw product of jouw routine misschien is. En of er misschien ook producten zijn die jij ook gebruikt, die ik vandaag heb gebruikt. Ik ben heel erg benieuwd of we misschien een beetje een overlap hebben in producten die we fijn vinden. Vergeet niet een gezellige comment achter te laten. En mocht je ons voor het eerst zien of nog niet geabonneerd zijn op ons kanaal, doe dat dan ook zeker. Abonneer je op ons kanaal om meer video's van mij en mijn zusje Tara te zien en van ons samen. Like ons heel erg gezellig en ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie je snel weer in de volgende video volgende week. Doei doei!